Vandaag krijg je de belangrijkste geheime elektronica les ooit. Dit mag je niet missen. Of je nu iets wilt herstellen of zelf ontwerpen, dit moet je weten. En waarom vertel ik je dit? Dat weet ik zelf ook niet. Klinkt gewoon erg spannend. Zelf experimenteren en knutselen is dé manier om vertrouwd te raken met elektronische componenten. Wanneer je kunt goochelen met componenten, kun je ook heel veel problemen in apparaten oplossen. Ik kreeg een mailtje van apenstaartje Johan. Hij knutselt graag en wil zelf een elektronische klapschakelaar maken. Hij had dat op televisie gezien en vraagt zich af hoe je zoiets zelf kunt bedenken en natuurlijk werkend krijgen. Elektronica is natuurlijk een heel aparte tak van sport. We gaan meestal iets wat tastbaar is, zoals temperatuur, geluid, beeld, omzetten naar iets wat ontastbaar is, in de vorm van spannetjes en stroompjes. En die kun je niet zien en voelen. Tenzij je 230 volt vastpakt, dan ga je het op een gegeven moment toch wel voelen en ruiken. Die spannetjes en stroompjes worden via elektronica dan weer omgezet naar iets tastbaars. Zo werken bijna alle elektronische apparaten. Als ik bijvoorbeeld een mooi liedje voor je zing. Oh, wonderschone nacht! Nou, dit ziet er beter uit. Het geluid wordt omgezet naar een elektronisch signaal, waarna wij het kunnen bewerken, versterken of zelfs opslaan. En daarna kunnen we het weer tastbaar maken uit een luidspreker. Oh, wonderschone nacht! Grappig toch? Daarom is deze kennis zeer leerzaam. Wanneer je goed begrijpt hoe elektronica tastbare info meet en bewerkt, kun je ook beredeneren waarom iets misgaat of zelf iets ontwikkelen. Johan is goed bezig. Een klapschakelaar. Waar moet je in vredesnaam beginnen? Een fabrikant zit bij het ontwikkelen van een apparaat natuurlijk met dezelfde vragen. Hoe moet ik bijvoorbeeld met behulp van elektronica, temperatuur, water, koffiebonen, zo bewerken dat er een mooi lekker bakje pleuris uitkomt. En dan het liefst met een puddingbroodje natuurlijk. Boah, dat zou een uitvinding zijn zeg, een puddingbroodjesmachine. Dat daar niemand op gekomen is. Wat een mooie droom. Wanneer je zelf een fantastisch idee hebt en iets wil ontwerpen, zit je vaak met de grote vraag. Hoe zet ik mijn idee om in een elektronisch signaal? Daar begint het avontuur. Johan wil dus een klapschakelaar maken. Wanneer hij in de handjes klapt, moet het licht aangaan. We hebben dus met audio te maken en daar hebben we in de regel een microfoon voor nodig. Maar het kan natuurlijk zijn dat je voor jouw project een temperatuur wilt meten. Daarvoor zijn talloze temperatuursensoren. Of je wilt infrarood meten, daarvoor heb je deze. Zo is er voor elk tastbaar verschijnsel wel een sensor te vinden. Maar nu hebben we met audio te maken. Dan komen we toch op een microfoon uit. Die zal het handjeklap van Johan om moeten zetten naar een lichtschakelaar. Deze schakeling kunnen we opdelen in twee blokken. De eerste is detectie van Johans handgeklap en daaruit ontstaat een zogenaamd triggersignaal. De term trigger kom je in de elektronica regelmatig tegen. Een trigger is een mechanisme dat een proces in gang zet. Nou. In de elektronica is een trigger een signaal waarmee een schakeling of component wordt geactiveerd. Die hadden we in nodig. Meestal ontstaat de trigger als er in een ander proces aan een vastgestelde voorwaarde wordt voldaan. Dat is dus ons handjeklap. Het eerste blok geeft dus aan het tweede blok door wanneer er geschakeld moet worden. Hij wordt zogenaamd getriggerd. Zo'n blok kun je ook actuator noemen, maar dat hoef je niet te onthouden. En die klikt dan het lampje aan. Het mooie van elektronica is dat er geen strafboek van wetten en regels voor elektronica bestaat. Tenminste nog niet. Jij bepaalt hoe je een schakeling bouwt. Er is maar één wet heilig. Je
Je mag in alle vrijheid en blijheid componenten combineren en aansluiten. En mogelijk gaat het ook nog werken. Daarbij is het natuurlijk wel handig als je weet wat bepaalde componenten kunnen doen en hoe ze op elkaar reageren. Eens kijken of we Johan een klein beetje op weg kunnen helpen. Dan kan hij wat gaan experimenteren. In dit geval lijkt het mij slim om vooraan te beginnen, bij de detectie. Zoals ik al eerder zei, je mag zelf bepalen hoe je iets ontwerpt. In dit geval zouden we kunnen gaan werken met een op-amp of een torretje. Om het niet te complex te maken, nemen we gewoon een torretje. Op zijn boerenfluitjes. We beginnen maar met tekenen, kijken waar het schip strandt. Eerst maar ons torretje. Hoppa! Ik neem gewoon een BC547. Lekker simpel. Op de collector wil ik mijn triggersignaal hebben. Die moet straks een hoge vlaagpuls geven. Of 1 of 0, of ja of nee. Hoe je het ook wilt noemen. En dan hebben we natuurlijk twee voedingslijntjes nodig. De voedingsspanning is in dit geval niet zo heel belangrijk. Die zal tussen de 9 en 12 volt liggen. De emitter zetten we vast aan de massa. Hier zet ik even een ledje neer. Dan kunnen we dadelijk zien wanneer hij getriggerd wordt. De transistor werkt in dit geval als schakelaar. We zullen dus met de basisvoorspanning moeten gaan goochelen. Wanneer de basisvoorspanning hoger dan 0,6-0,7 volt is, zal de transistor sluiten en zal de led branden. Wanneer de basisspanning hieronder komt, zal de transistor blokkeren en gaat de led uit. Daar kunnen we wel iets mee. Nu eerst maar eens een basisspanning voor de transistor creëren. Eerst maar een basisweerstandje en een spanningsdelertje in de vorm van een potmeter. Daar kunnen we dadelijk de basisspanning mee afregelen en dus de gevoeligheid. Voor de goede gang van zaken hier nog een weerstand, zodat de stroom niet te hoog op kan lopen. Deze maken we dan 330 ohm, een mooie voorschakelweerstand voor de led. Het potmetertje 10k ohm, deze 3k9, die hoeft niet zo hoog te zijn, en deze 47 kilo ohm. Zo, compleet. Nu hebben we een mooie regelbare basisvoorspanning. Met de potmeter kunnen we nu de schakeling zo instellen dat de basisspanning net boven de 0,7 volt zit en de led dus brandt. Om de transistor nu te laten blokkeren en dus een triggerpuls te krijgen, zullen we de basis een negatieve puls moeten geven. Zodat de basisspanning even beneden de 0,6-0,7 volt daalt en de led natuurlijk uitgaat. Die negatieve puls halen we natuurlijk uit ons handjeklap audiosignaal. Die kunnen we aanbieden door een simpel condensatortje te plaatsen. Wanneer het aangeboden audiosignaal nu een bepaalde drempel overschrijdt, die we natuurlijk in kunnen stellen met onze potmeter, zal de basisvoorspanning dalen en de lamp gaat natuurlijk uit. Puur uit balorigheid zouden we om te testen hier even een microfoontje kunnen plaatsen. Voor het elkootje nemen we maar even 10 microfarad. Wanneer we nu flink wat herrie voor de microfoon maken, zou theoretisch de led uit moeten gaan. Dan hebben we zowaar een akoestisch relais. Theorie is mooi, maar zou het in praktijk ook werken? Dat is altijd de vraag. Maar natuurlijk heb ik voor Johan een toegift. Ik heb het geheel op een print in elkaar geknutseld. Dank u, dank u. Hier zit de instalpotmeter van 10k. Dit is de ingang van de microfoon, oftewel audio in. En dit is het koppelcondensatortje van 10 microfarad. Eerst de voedingsspanning maar eens aansluiten. De voedingsspanning van deze schakeling is een beetje flexibel. 12 volt? Nee. Toch maar 9. Dat is klimaattechnisch beter. Kijk, het ledje gaat branden. Dat is mooi. Als microfoon heb ik maar even een speakertje genomen. Ik kon zo snel geen microfoontje vinden. En een microfoontje is natuurlijk gewoon een omgekeerde luidspreker. Hihi, zie jij hem knipperen? Nee hè? Kijk, wanneer ik op het membraan druk, dan reageert hij wel. Onze theorie klopt dus wel. Kijk eens, daar gaat hij. Hoppa. Maar die speaker is natuurlijk heel stug. Het signaal is veel te zwak. Een beetje bijregelen, eens kijken wat er dan gebeurt. Oeps, nu komen we beneden de 0,7 volt. Dan gaat de led sowieso uit.
Beetje tikken? Nee, het wordt er niet beter op. Wat een zinloze actie. Ik heb dit gevoelige spiekertje nog ergens vandaan kunnen toveren. Eens kijken wat daarmee gebeurt. Hihihi, wat een drama. Eens kijken zo. Oh, druk hem bijna kapot. Dat is helemaal drie keer niks. Zo, voor het goede doel toch maar even een echt microfoontje uit mijn hoofdtelefoon gesloopt. Haha, zinloos natuurlijk. Dat zag je wel aankomen. Maar je moet het gewoon proberen. Je steekt er altijd wel iets van op. Het signaal is gewoon te zwak. Ik ga er gewoon maar eens een hard audiosignaal in proppen. Daar hebben we Bertus natuurlijk voor. Eens kijken wat er gebeurt wanneer we hier een flinke audiostoot geven. Kijk, dat werkt. Wanneer het signaal sterk genoeg is, krijgen we een mooie trigger. Nu ga ik de basisspanning eens beneden de 0,7 draaien. Kijk. Kijken wat er dan gebeurt. Nu gaat de LED juist branden wanneer ik een audiopuls toevoeg. Allemaal eigenschappen van deze schakeling om te onthouden. We kunnen ook eens kijken wat er gebeurt wanneer we de waarde van deze condensator verhogen naar 100 microfarad. Kijk, dat is een flinke knaap. Wanneer we nu een audiopuls geven, zie je dat de trigger langer aanhoudt. Hij ijlt na. Dat is ook iets om te onthouden. We hebben nu gezien dat de schakeling wel werkt, maar dat het signaal vanaf de microfoon domweg te laag is. We zullen dus op dit punt nog iets toe moeten voegen. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap zou zijn, zodat we Johan verder kunnen helpen. Plaats jouw idee hierover onder de video of stuur ons een mailtje met jouw opmerking of schema. Jouw mail kun je sturen naar info@vidau.nl. Heb jij een onderwerp waar je meer over wilt weten, kun je mij natuurlijk ook een mail sturen. Was het voor jou ook leerzaam? Laat even een duimpje achter. En wil je in de toekomst nog meer video's zien? Abonneer op ons kanaal door hier onder de video op abonneren te klikken. En klik je op het belletje langs de abonneerknop, krijg je automatisch een melding. Wanneer er weer een nieuwe video is, heb je een vraag of opmerking? Die kun je daar natuurlijk ook plaatsen. Oh, wonderschone naam!